Hoe werkt wetenschappelijk onderzoek naar dementie? Het liefst zouden we nu meteen de oplossing vinden voor dementie. Maar onderzoek doen kost tijd, geld en geduld. Het lijkt op het leggen van een puzzel. Een puzzel die bestaat uit duizenden stukjes, waar onderzoekers wereldwijd aan samenwerken. We komen dichter bij oplossingen. Nieuwe technieken brengen iedere dag nieuwe mogelijkheden. Zo brengen we hersenen met dementie steeds beter in beeld. Leren we met big data meer over de risicofactoren. En kunnen we zelfs mini-hersentjes kweken in het laboratorium. Steeds meer stukjes vallen op hun plek. Dementie wordt sneller en beter vastgesteld, waardoor er eerder hulp is. We adviseren een gezonde leefstijl, zodat de hersenen langer gezond blijven. En we zien steeds meer wetenschappelijke doorbraken. In behandeling en zorg. Zo gaan we uiteindelijk samen de hele puzzel leggen. Lees meer op alzheimernederland.nl slash onderzoek. Voor een toekomst zonder dementie.